En dan nu? Hallo kijkers. Techniek in de openbare ruimte is altijd spannend. Je zou zeggen, het is een kwestie van regelmatig onderhoud, een druppeltje olie hier en daar en af en toe de schroefjes nalopen en je komt een heel eind. Dat weet iedereen die een fiets heeft in het land en dat zijn er nogal wat. Doe je dat niet, dan gaat het mis. Nijmegen heeft duidelijk geen onderhoudsploeg, want kijk, hier ziet u de roltrappen bij de Hezelpoort. De rechtertrap stond vorige week stil. Die staat deze week nog steeds stil en de andere is er ook mee opgehouden. Wie dit ding moet starten weet ik niet, maar er komen hier minstens 2 toezichthouders per dag voorbij, maar die zien dat niet. Een ander fraai stukje techniek in deze stad is de klok op het Trajanusplein. Die geeft 2 keer per dag de goede tijd aan, om 10:50 en om 10:01. Soms zet een of andere grapjas de klok op een andere tijd, maar bewegen uit zichzelf doet het ding voor geen meter. Is er nou geen ambtenaar in deze stad die dit zelf ziet? Hebben we daar weer een telefoontje naar de bel- en herstellijn voor nodig? Nee. Ik kan maar 1 conclusie trekken. Er is van alle 2000 ambtenaren in deze stad niemand die ooit over de Waalbrug gaat, want anders hadden ze het al lang zelf gezien. Bedankt voor het kijken, doe rustig aan, neem de tijd en tot de volgende week.